Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen, het is tijd. Het is tijd voor de bierklassieker. Jawel, het is de bierklassieker op zondag. Wederom vandaag ook zondag. Het is ietsjes aangenamer hier buiten. Ik merk dat het... Ik wou zeggen lente. Nee, het is gewoon nog winter natuurlijk. Het is nog steeds koud. Maar je merkt wel dat het iets beter wordt. Althans, dat vind ik. Tijd voor de bierklassieker. Nogmaals, iedereen bedankt voor jullie suggesties en dat soort dingen. We kunnen echt weken, wat, maanden, wat, jaren verder met de bierklassieker. Echt waar, het is echt één groot feest. Er komen zoveel mooie bieren aan. Waaronder deze. Deze stond dus ook op het lijstje. Ik zal eerst het glas laten zien. En dan weet jij alweer genoeg natuurlijk. Althans, bijna, want er zijn meerdere varianten. Check it out. Proper glassware deze keer. Van, jawel, Straffe Hendrik. Zeker. Topbrouwerij. Belgische brouwerij. En daarom, niet omdat het een Belgische brouwerij is, maar daarom is het ook gewoon een klassieke eerste klas. Dat vind ik. Ik doe hem even anders, trouwens. Excuus. Dat is beter. Het is gewoon een Belgische klassieker. Hoe je het ook bent of verkeerd, overal te krijgen. Je hebt de triple. Ook wellicht wel bekend. Ik had gewoon zin om deze eerste reviewen. Het is de quadruple. Ja, wederom weer een wat zwaarder bier. Er komen ook echt lichtere klassiekers, geloof mij. Trouwens, die heb ik ook gehad. Le Chouf. Nou ja, licht. 8%. Komt goed. Komt echt goed. Ja, en Straffe Hendrik is natuurlijk van Brouwerij de Halve Maan. Je ziet hem ook staan, hè. En tevens op de dop. Laten we eerst de dop eens even bekijken. De Halve Maan, jawel. Prachtige brouwerij uit Brugge. En het mooiste is wat ze hebben in Brugge. En volgens mij hebben ze dat bij de Halve Maan. Hebben ze een complete leiding aangelegd. Van brouwerij zelf, helemaal naar het proeflokaal. En dan zou je denken, ja, zit dat niet bij elkaar? Nee, midden in het centrum van Brugge heb je dus een café, proeflokaal. Ik weet niet of dat van Straffe Hendrik of Brouwerij de Halve Maan zelf is. Ik dacht het wel. En dan heb je echt bier vanuit de brouwerij in één keer in je glas. Ja, dat is fantastisch. Super tof. Kijk wat erop staat. Brugs quadruppel, 11%. Goedemiddag. Goed. Wat staat erbij? 5 generaties lang kregen zowel de oudste zoon van de brouwerijsfamilie als hun bieren de naam Henry of Hendrik. De traditie indachtig wordt dit strafquadruppelbier nog steeds volgens origineel receptuur gebrouwen. De familiebrouwerij De Halve Maan, gelegen in het historische Brugse stadcentrum, sedert uit 1856. Cool. Voor haar biertransport legde de brouwerij, ik zweer het, ik heb dit nog niet gelezen. Dat wist ik, dat was gewoon kennis. Echt, dat meen je. Ja, echt, dat is gewoon kennis. Legde de brouwerij als eerste in de wereld een 3,2 kilometer lange ondergrondse bierpijplijn aan. Artisanaal natuurbier van hooggisting met nagisting op de fles. Ik weet dat het staat erop. Ik heb het echt niet gelezen. Ik weet 100% zeker, want ik heb het wel eens gezien in een boek, op internet, bla bla bla. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Jammer. Komt echt wel een keer. Tijd zal het leren, lieve mensen. Kijk, hij wil er al uit. Zo. En dit bier is gewoon vers hoor, lieve mensen. Ik ga hem gelijk inschenken. Hop. Oké, je moet niet op de grond komen, dan heb je ruzie met de vrouw. Ja, en er staat ook bij, hè. Is van hoge gisting. Nou, dat klopt wel. Want het is een flinke nagisting, zeg maar. Ik zet hem even ergens op. Ja. Straffe Hendrik, jawel. Waar praat ik nou weer Duits? Het is natuurlijk Vlaams, jawel. Goed, allereerst de schuimkraag, ja. Hij is qua nagisting natuurlijk. Hè? Ja, doet hij op de fles natuurlijk nagisten. Maar ik bedoel, hij heeft natuurlijk behoorlijke hoge
carbonatie ook wel. Hè? En dat zie je ook wel, flink schuimkraag. Maar mooie kleine belletjes. Als je het mij vraagt, mooie kleine belletjes. Check it out. En qua kleur is die echt wel mooi bruin. Rood. Onderin merk je toch een beetje dat diep donker bruin-rood wat tevoorschijn komt. En dat kenmerkt zich wel echt in een quadruppel. En ja, zoals je eigenlijk, als je mijn vorige review gezien had van La Trappe, de La Trappe quadruppel, had, vertelde ik je dat de eerste quadruppel was. Dus dat kan deze niet zijn. Maar geloof mij, ook dit is een oude jongen. Ik weet niet precies, maar het is wel een klassieker. We gaan kijken wat hij doet in de neus. We zijn alweer 5 minuten aan het lullen. Here we go. Belgisch. Echt, je ruikt die Belgische gist enorm. Hij ruikt goed. Toch wel een beetje karamel. Samen met het rode fruit wat zich kenmerkt toch wel in die quadruppel. En dat, eigenlijk is dat het wel een beetje. Een beetje karamel, rood fruit. Een hele lichte smoke, maar niet turf of wat dan ook, een beetje een hele lichte smoke. Ja, hij ruikt gewoon goed. En daarom is dit een klassieke. Je kan hem in elke supermarkt krijgen. Dus ben je een keer bij de Appie, of nee, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ik weet bijna 100% zeker dat ze deze wel hebben staan. Dat kan niet anders. We gaan hem proeven. De straffe Hendrik, proef je mee? Wellicht heb jij hem ook. Misschien. Cheers. Tijd geleden. Ja. Hoog in het koolzuur. Maar niet op een vervelende manier. Het is niet dat je denkt van... Wow. Zwaar rood. Ik noem het altijd omdat ik dat altijd zo naar boven vind komen, spaarrood. Nee, dat niet. Maar hij is wel hoog in het koolzuur. En het mooie is... Het is typisch dat Belgische, die Belgische gist. Je merkt, in de geur merkt je het wat minder. Maar hij is wel zoet. Er zit een mooi zoetje in. Persoonlijk. Heeft mijn voorkeur de La Trappe quadruppel. Op een of andere manier is die net even wat, nou, iets minder koolzuur. Ja, wat meer in balans, denk ik. Deze heeft toch al veel koolzuur. Rood fruit zit er zeker ook in, maar ook nog steeds de karamel. Tenminste, dat is iets wat ik naar voren hou. Als jij deze nu ook drinkt, laat het me even weten of jij ook zoiets ruikt, proeft. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik denk dat je daarmee alles gezegd hebt. Redelijk hoog in het koolzuur, logisch, Belgische gisten. Merk je echt, die Belgen die zijn echt van het hoge koolzuur. Nagisting op de fles, dat merk je wel echt. Zoetje zit er goed in. Kunstmatig? Nee, zeker niet. Maar het heeft wel dat zoetje dat het maakt het, dat hij net even minder in balans is. Ja, en met het rode fruit, dat zoek ik altijd wel een beetje in een quadruppel. Dat zit er zeker in. Dus al met al, het is een prima bier. Het is een prima bier. Het is voor mij, dat is een tijd geleden dat ik deze gedronken heb, echt waar. Ik kan natuurlijk niet alles heel vaak drinken. Hè? Dat snap je zelf ook wel. Je moet wel aan je gezondheid blijven denken. En rustig aan. Drink vooral met mate. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Maar gewoon een heerlijk bier. Heerlijke quadruppel. Maar wel echt met recht. Het verschil tussen de La Trappe merk je wel heel erg. Tussen de Nederlandse brouwerij en de Belgische brouwerij. Maar iedereen heeft zijn eigen brouwkunsten. En dit is een familiebedrijf dat is al generatie op generatie goed bezig. Dit is het ook echt, straf Hendrik, brouwerij de halve maan. Echt fantastische brouwerij. En daarom mag deze in het rijtje van de klassiekers. Jawel, op deze zondag. Gaat het? Ja, het gaat. Volgende week weer een nieuwe klassieker.
Nogmaals, er zijn heel veel mensen die hebben gezegd: Remy, moet je die een keer proberen? Moet je dit proberen? Heb je nog meer suggesties? Blijf vooral spammen. En ja, dan ga ik kijken hoe en wat. Maar gewoon elke week op zondag de bierklassieker. Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Hopelijk zie ik jou de volgende keer hier op YouTube. Lieve mensen, cheers.